Gerald Silcharan, advocaat van de BVL en de ALS, weerspreekt berichten als zouden deze bonden niet meer mogen staken over het herwaarderingsprogramma. Hij sprak vandaag op een persconferentie in het BVL-centrum. De bonden hebben gisteren het vonnis ontvangen en hierin staat zeker niet dat zij niet mogen staken. Er zijn inderdaad berichten in de media geweest alsof de bond van leraren en de ALS niet meer mogen staken daar waar het betreft het herwaarderingsprogramma. Die berichten heb ik inderdaad ook gezien. En ik kan u zeggen, ik ga u zo meteen een passage uit dat vonnis voorhouden, dan zult u zien dat die berichten niet juist zijn. Er staat in rechtsoverweging, dus rechtsoverweging 4.1.10, heeft de rechter expliciet het volgende overwogen. Eveneens komt niet voor toewijzing in aanmerking het opleggen van het verbod aan BVL en ALS om wederom over het herwaarderingsprogramma te staken. Dit vanwege de obstakels van wantrouwen die nog tussen partijen bestaan, het feit dat het stakingsrecht de werknemers toekomt, ik lees dit gaande nog een keer voor, het feit dat het stakingsrecht de werknemers toekomt en vanwege het feit dat het herwaarderingsproces ook na implementatie daarvan een voortdurend proces zal zijn die bijgesteld zou kunnen worden. Daar Bond van Leraren en ALS met het doen opschorten van de acties op 30 januari 2017 hun verantwoordelijkheid als leerkrachten naar de staat, studenten en leerlingen toe hebben getoond, acht de kantonrechter het redelijk en billig de proceskosten in conventie tussen partijen te compenseren. Nogmaals, de essentie van het deel dat ik heb voorgelezen is dat er niet door de rechter is overwogen en ook niet door de rechter is beslist dat de Bond van Leraren en de ALS niet meer zouden mogen staken daar waar het betreft het herwaarderingsprogramma. Silcharan geeft aan dat er in januari niet is gestaakt om het herwaarderingsprogramma, maar omdat de overheid de overeenkomst die vorig jaar was bereikt niet had uitgevoerd. Volgens Wilco Valies biedt dit vonnis de vakbond toch de gelegenheid om te kunnen optreden tegen de overheid en eisen te stellen. Als je overheid hebt die niet geneigd is te luisteren naar argumenten en zich ook niet volwassen opstelt naar de vakbond, dan moet je een middel hebben om de overheid te dwingen om naar je te luisteren. En dat is eigenlijk een uitgangspunt dat zeker geldt voor een vakbond. Want anders kan je ook niet optreden als een vakbond als je niet kan de werkgever niet onder druk kan zetten. Maar dat betekent nog niet dat we van dat middel, dat uiterste middel, gebruik van zullen maken. Dat zal van de omstandigheden afhangen. Het zal afhangen van de opstelling van de overheid naar de leerkrachten toe. En dat ze bereid is te luisteren naar rationele argumenten. Wilco Valies, de voorzitter van de BVL en de ALS, vanmorgen op een persconferentie in het BVL-centrum.